Het worden van jou de eerste Olympische Spelen. Voel jij je ook een debutant? Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja. Nou ja, weet je, na vorig jaar was het al heel van, ja, het is dezelfde baan tegen dezelfde mensen. En dus, weet je, je moet gewoon het kunstje herhalen. Alleen dat ja, geeft ook wel druk. Aan de andere kant, ik had vorig jaar ook alle internationale 1000 meters gewonnen voordat ik aan de start stond van mijn WK. En toen pakte ik hem ook. Dat heeft wel vertrouwen gegeven. En in de aanloop, ik noemde net dat ik het EK heb overgeslagen, een trainingsblok heb ingebouwd. En dan pak ik in Erfurt 2 keer goud, zeg maar, terwijl ik ook nog best wel heb getraind. Dus dat geeft ook wel zo van, ja, ook als je niet helemaal geprept bent, zeg maar, dat je gewoon goed kan presteren en 2 keer een gouden medaille kan pakken. En ik hoop straks gewoon nog een hoger niveau te halen en iets heel moois te kunnen laten zien, ja. Maar dan loop je in het Olympische dorp Ede rond als tweevoudig wereldkampioen dan als Olympisch debutant. Ja, omdat ik gewoon, ik ga daar niet heen om ervan te genieten of ervan, omdat ik van, oh wauw, wat is het hier allemaal. En tuurlijk, ik hoor iedereen zeggen dat het één groot circus is, maar ik ben gewoon super gefocust op die 2 ritten die ik daar ga rijden. En daar heb ik heel veel zin in. En ik wil heel graag gewoon heel hard schaatsen daar. Heb je die jongens die al eens eerder naar de Spelen zijn geweest, zoals Sven en Jan, vragen gesteld van hoe gaat dit, hoe gaat zus op de Spelen of totaal niet? Jawel, heb ik wel gedaan. En ik kan er ook niet tegen als ik niet weet waar ik aan toe ben. En natuurlijk krijg je mailtjes met reglementen en dingen waar je aan moet houden. Maar het is gewoon fijn dat je even de praktische do's en don'ts gewoon eventjes krijgt van iemand die er al geweest is. En dat geeft ook wel rust. Dus dat doe ik ook zeker wel. Ga je alle indrukken opnemen daar of ga je met oogkleppen rondlopen? Zeker met oogkleppen. Ik heb wel tussen mijn 1500 en de 1000 heb ik 10 dagen. Dat is wel een spanningsboog van dat hou ik niet vol. Dus ik ga tussendoor zeker wel eventjes. Ik wil heel graag wel even naar de bergen om bijvoorbeeld het snowboarden te kijken. Zulke soort dingen. Maar een aantal dagen van tevoren richt ik me weer volledig op mijn eigen afstand en doe ik weer gewoon doe ik die oogkleppen weer op. Laatste vraag. Wanneer zijn voor jou de Olympische Spelen geslaagd? Ik ga nu niet roepen zoveel keer goud, want ik ga gewoon, zoals ik net zei, proberen daar gewoon alles goed te doen. En 2 keer proberen de beste race van mijn leven te rijden. En als dat goed komt, dan gaan we kijken wat dat waard is.